Presentatie van de Dosis Aerosol. Dosis Aerosol is een inhalator met gas. Dat wil zeggen dat de medicatie als oplossing in de inhalator zit en er in gasvorm uitkomt. Het is een inhalator waarbij geen extra hulpmiddelen nodig zijn. De Dosis Aerosol op correcte wijze gebruiken. Klaarmaken van de inhalator. Neem de inhalator stevig verticaal vast en schud enkele malen krachtig op en neer. Verwijder de beschermdop van de inhalator. Houd de inhalator verticaal rechtop. Inhalatietechniek. Recht je rug. Houd de inhalator weg van je mond en adem rustig en bijna volledig uit. Let wel op, adem niet uit door de inhalator. Plaats het mondstuk volledig tussen je tanden en sluit je lippen goed rond het aanzetstuk. Hou je hoofd licht achterover en adem nu langzaam en zo diep mogelijk in. Duw de flacon in en blijf inademen. Neem de inhalator uit je mond. Sluit je mond en hou je adem op gedurende 5 à 10 seconden. Hou de inhalator weg van je mond en adem rustig uit. Indien je een tweede dosis dient te nemen, herhaal je de hele procedure van vooraf aan. Sluit de inhalator af door de beschermdop erop te schuiven. Nazorg. Spoel steeds achteraf je mond met water door te gorgelen. Slik het water niet in, maar spuw het uit. Belangrijke extra informatie. Voor het eerste gebruik of na niet gebruik van meer dan 14 dagen, vuur je de inhalator 2 maal in de lucht af. Schud de inhalator en duw dan op de flacon. Lege inhalator. De inhalator is leeg als er niets meer uitkomt. Wij raden je aan om het aantal aangegeven dosissen op de verpakking niet te overschrijden. De 10 laatste dosissen kunnen immers minder medicatie bevatten. Best is om de aanvangsdatum te noteren en het aantal dosissen te tellen. Er zijn reeds inhalatoren op de markt met een dosisteller. Vraag meer info aan uw huisarts, specialist of apotheker.